Dus waarin bestond de eigenaardigheid? Er waren vissers die uitgingen en die kaviaar meebrachten? Die vissers moesten al eerst gecorrumpeerd worden. Die vissers brengen hun kaviaar dan naar een fabriek voor de verwerking van die kaviaar. De fabriek, fabrieksdirecteur, alles wat er rondhangt moest al gecorrumpeerd worden. De plaatselijke leider van de provincie moest gecorrumpeerd worden. Want de kaviaar, die werd in dozen, in haringdozen gestoken. En dus die werd geëxporteerd naar het buitenland in dozen waarop stond haring. Dus haring is niet zo'n kostbaar product. Maar dus in het buitenland hadden ze opnieuw mensen die voor hun bende werkten en dus die daar van die haring weer echte kaviaar maakten. En dus die werd aan enorme prijzen verkocht in het buitenland en die deviezen kwamen terug naar de bende. En dus het heeft meer dan 10 jaar geduurd. Dus dat wil zeggen dat van beneden van de vissers tot het gehele, tot bovenaan de top van het ministerie van Visvang, dat je een geheel net had van corruptie op grote schaal. En dan een laatste voorbeeld van corruptie, dat het niet alleen economische corruptie was met geld, maar ook politieke en morele corruptie. Brezhnev die was een zeer klein politiek commissaris in een of ander bataljon en die heeft in zijn hele leven 1 bescheiden veldslag geleverd, met name in Novorossijsk, zo heet dat, in 1943. Gedurende de hele wereldoorlog heeft hij 1 keer promotie gehad. Dat wil zeggen, hij moet werkelijk een van de allerslechtste zijn geweest. Dus dat gebeurt in 1943, waar hij die bescheiden slag heeft gesuperviseerd als politiek commissaris. Maar 25 jaar later, is die bescheiden slag in Novorossijsk aangegroeid, aangezwollen tot 1 van de meest beslissende veldslagen in de geschiedenis van deze eeuw. En Brezhnev spelt zichzelf de hoogste militaire onderscheiding op. Een houden medaille van de Orde van Lenin. Vijf jaar later doet hij het nog eens over. En voor dezelfde veldslag krijgt hij een tweede houden medaille. Nog wat later, en nog altijd voor dezelfde prestatie, springt hij 3 graden over in de militaire hiërarchie en wordt hij van de eerste keer maarschalk. Maar hij wordt niet alleen maarschalk, hij krijgt er een 3de houden medaille bij. En dus, vooraleer hij zal sneven, heeft de man zichzelf moeizaam nog een 4de houden medaille op de borst gespeld. Hij had meer medailles dan Zhukov. En dus Zhukov heeft alle grote veldslagen geleverd, hij heeft geen enkele slag geleverd, maar op het einde van zijn leven had hij meer medailles op zijn ruime borst dan Zhukov. Dus dat is natuurlijk volslagen potsierlijk. Maar dus dat geeft een goed beeld van de morele, ideologische, van de politieke ontaarding in die partij. Dus versterking van het revisionisme op binnenlands vlak. Met ten eerste bureaucratisering in versneld tempo. Veel grotere corruptie en eigenlijk een allesverstikkende corruptie in de partij op het einde van het leven van Brezhnev. En ten derde een politiek van autonomie van de bedrijven. In 1965 heeft Brezhnev een economische hervorming doorgevoerd. De grote idee was dat men nu niet meer alle details zou plannen, maar alleen het essentiële zou gepland worden nationaal. En er zou meer autonomie zijn aan de bedrijven. Dus de bedrijven zouden zelf financiering doen. Ze zouden zelf kunnen beslissen in hoge mate over hun productie. Zouden zelf machines kunnen kopen, zelf kunnen aankopen en verkopen. Dus een veel grotere autonomie van de bedrijven. Men kan niet a priori zeggen dat het mis is. Dus dat in een ontwikkeld socialistisch land, dat men het essentiële planifieert. En dus dat de bedrijven, de duizenden en duizenden en tienduizenden bedrijven, dat die op veel punten meer autonomie hebben, dat kan. Dat kan op voorwaarde dat
de macht van de arbeidersklasse, de dictatuur van het proletariaat wordt in stand gehouden. Met andere woorden, dat de revolutionaire geest in de partij wordt in stand gehouden. Dat de revolutionaire ethiek, moraal in de partij blijft bestaan. Dat er permanente strijd is tegen bureaucratie, corruptie, arrivisme. Maar dat werd nu precies allemaal van de kaart geveegd. En dus, autonomie aan de bedrijven. In een situatie waar er geen revolutionaire geest meer is, geen revolutionaire moraal, geen dictatuur van de werkende klasse, geen strijd tegen bureaucratie, corruptie en arrivisme. Dat is een situatie creëren waar die autonomie van de bedrijven eigenlijk stilaan zal worden omgevormd tot een soort privébezit van de klieken die daar aan de macht zijn. In die plaats, in die streek. En dus dat is wat gebeurd is. De fabrieken die waren nog officieel eigendom van de staat, maar via de weg van de autonomie van de bedrijven waren ze in veel gevallen eigenlijk helemaal onder de controle van bureaucraten uit het staatsapparaat. En dus dat maakt ook mogelijk dat er corruptie was op grote schaal, zoals we één voorbeeld hebben gegeven in die affaire van de visvangst en de visverwerking. En die autonomie van de bedrijven, en dus dat eigenlijk laten gaan van corruptie en van kapitalistische praktijken vanuit die grote bedrijven, die had ook als gevolg dat er een privé-kapitalistische sector werd gecreëerd. Bijvoorbeeld, een bedrijf is staatsbedrijf, en dus er staat een directeur aan het hoofd. Maar hij zal in het geheim samenwerken met elementen aan wie hij toelaat grondstoffen te nemen, zelfs machines te nemen, die ze uit de fabriek halen en waar ze in het privé mee gaan werken. En dus er is een heel netwerk van privékapitalisme ontstaan in de duik, in het zwart, onder Brezhnev. Op het einde van Brezhnev was ongeveer 20% van de industrie in handen van clandestine kleine kapitalisten. En dus die hele sector van kleine kapitalisten kon maar bestaan omdat ze geholpen waren door mensen die aan het hoofd stonden van officiële staatsbedrijven. En dus zo heeft men een dubbel proces van verwording. Men had ten eerste die ontwikkeling van een clandestine kapitalistische klasse die zeer sterk was. En die clandestine kapitalistische klasse moest een deel van haar profijten afstaan aan de bureaucratie. Die aan de top bleef van de grote bedrijven. En die ook die grote bedrijven zoveel als het kon voor haar eigen profijt gebruikt. Met andere woorden, via een politiek van autonomie van de bedrijven, die men in het algemeen, die zijn logica kan hebben, in het systeem van volledige verwording van de partij, is dat uitgedraaid op toenemende corruptie van de partij en het lanceren van een gehele privé-kapitalistische sector. Dat voor wat betreft de drie punten van de binnenlandse politiek van Brezhnev, waar hij eigenlijk nog verder gaat op de weg van het revisionisme, weg van het leninisme dan Khrushchev. Ten eerste de versterking van de bureaucratische elite, ten tweede de versterking van de corruptie en ten derde versterking via de autonomie van de onderneming van kapitalistische tendensen in het land. En daarmee komen we tot het laatste punt, de internationale politiek van Brezhnev. Waar we een paar punten zullen van toelichten. Het is vooral in zijn buitenlandse politiek dat vele mensen denken dat Brezhnev linkser is geworden dan, linkser was dan Khrushchev, en dat hij bepaalde revolutionaire principes opnieuw in toepassing heeft gebracht. Dat hij vooral wat betreft de derde wereld revolutionair was. Dus de meeste mensen in de derde wereld die denken dat. Ze zullen dat probleem Palestijnen, de Angolezen, de Chilenen, die zijn meestal van die opvatting. Over de buitenlandse politiek van Brezhnev moet men voor eerst de volgende bedenking maken. Zijn buitenlandse politiek in de jaren 70, die...